Okay. Goedenavond. Wij staan hier op het terrein van de LEF-groep. Wat is er zojuist gebeurd? We hebben zojuist de vuilnisbak onthuld. Want vanaf vandaag tot en met 4 juli is er een inzamelingsactie over lachgaspatronen in Helmond. En lachgas, is dat zo'n groot probleem in Helmond dan? Of? Ja, zeker. We zien eigenlijk elk jaar weer, zodra het mooier weer wordt, zien we de lachgaspatronen toch weer op straat liggen. En we hebben eigenlijk ook niet goed de gebruikers in beeld. En als we gebruikers erover spreken, zien we eigenlijk een beetje dat het een onschuldig imago heeft. Terwijl we eigenlijk ook wel weten dat er toch behoorlijke risico's aan het gebruik verbonden zitten. Dus daar maken we ons toch wel zorgen over. En de gebruikers, zijn dat... Valt de gebruikers onder de jongeren of ouderen? Of wat voor leeftijdscategorie moeten we daaraan geven ongeveer? Ja, met name jongeren. De grootste groep gebruikers zit tussen de 15 en 30 jaar. En we zien ook wel wat gebruikers die nog wel jonger zijn, maar het zit zo ongeveer tussen die leeftijd. En de patronen die we op straat vinden, verwachten wel echt van jongeren te zijn. Ja. En nou staat hier toevallig een afvalbak. Is dit de enigste afvalbak in Helmond of staan er ook meerdere? Er staan 6 inzamelpunten. In elke wijk eigenlijk wel eentje. Bij 4 wijkhuizen, wijkhuis de Brem in de Rijpelberg, wijkhuis de Boerderij in Noord, wijkhuis de Westwijzer in het Haagje, Brandpunt. Wijkhuis de Brandpunt in Brandervoort en daarnaast hier nog bij de LEF-groep en in de Molenstraat bij BJ. En stel, ik zie nou dit filmpje en ik denk van hé, ik heb hier toevallig thuis ook nog een doos patronen liggen. Kan ik daar gewoon anoniem inleveren of moet dat geregistreerd worden of hoe gaat dat in zijn werk? In principe vragen wij de bewoners 2 korte vragen in te vullen en dat is de aantal patronen die worden ingeleverd en waar ze zijn gevonden. Maar dat kan, je hoeft niet zeggen dat het bij je thuis is, je kunt ook gewoon de straatnaam aangeven. Ja, en de locatie, het is ook wel fijn als wij weten of het in een speeltuin of een parkeerplaats is of ergens in een steegje. Dus er worden eigenlijk 3 vragen gesteld, dus de hoeveelheid, de locatie en de straatnaam. Dat is het enige wat je moet vullen. En dan zijn die gegevens onder andere hier bekend. En wat wordt er met die gegevens dan uiteindelijk gedaan? Nou, wij willen eigenlijk de gebruikers in kaart gaan brengen. Dus we willen gaan kijken, waar in Helmond wordt nou lachgas gebruikt? En dan kunnen we ook heel doelgericht te werk gaan en jongeren ook gaan informeren over de risico's van lachgas. Wij werken als jongerenwerk ook op straat. Dus wij gaan op hanggroepen af. Dus als wij weten dat daar heel veel lachgas is gevonden, dan gaan we daar gewoon wat vaker heen om te kijken. Kunnen we in gesprek met de jongeren staan, ze wel eens. Dus dat is ook ons doel. Ja, bewustwording, gesprek aangaan. Ja, rommel opruimen, slecht voor het milieu is ook belangrijk. Ja. Ja. Ja.